vooruit, hè? Ja, ik zal wel vooruit. Ja, ik... Vooral over hoe vind je nou straks je weg in dat singlepark. Dus we gaan straks bankjes, bakken en iconen onthullen. Nou, eigenlijk, u heeft al een beetje gezien hoe dat eruit gaat zien, hoe mooi en fleurig dat straks zal staan. De bedoeling is dat ik straks op dat gevaar te gaan om iets te planten. Dus nou, ik zou zeggen, blijf er vooral bij. Je weet nooit hoe dat afloopt. En het mooie is, het is ook de week van het singlepark. Dat betekent dat er elke dag zeg maar wat te doen is rondom dit prachtige nieuw te vormen park. En vorige week zijn we ook al begonnen, misschien een aantal van jullie weten dat wel, met het onthullen van de singlepark bruggen namen. Ik wil even kijken hoe goed we daarin ingevoerd zijn. Dus wie weet nog hoe die brug heet? Heeft toch iemand nog... De Lafbrug, ja, het Lovium, maar de Lafbrug. Ja, heel goed. Nog meer mensen die dat nog weten hoe ze heten. Apinion, heel goed, heel goed. Aaldus. Er missen er nog twee, hè, volgens mij. Helar. Helar en Decennia, volgens mij. Hè? Dat zijn ze. Ja, dit zit er hardig in. Heel goed. Heel goed. Dat is jouw team. Oh, ja. Sorry. Ja, sorry. Het was gezellig. Maar... Hoe zit hij? Nou, hoe zit hij, Paul? Ja, ik ga je niet meer weg. Die niet? Oh. Geïnspireerd op Hanneke te horen. U bent vast wel een keer in de Hortus geweest. Oh. En daar staan van die mooie bakken waar je kunt zien wat de Hortus allemaal voor moois te bieden heeft. En dat is de inspiratie geweest voor de bakken die we gaan onthullen. En wat wel mooi is, ik ben ook wethouder de duurzaamheid zoals u weet. Dit is ook nog eens een keer lokaal geproduceerd. Het is door DZB Leiden wordt het geproduceerd. Dus dat is die bakken die hebben we ook wel nodig voor de route. Want we hebben natuurlijk stukken in de stad waar we misschien niet direct de route meer helemaal kunnen doorgronden. Hè. Er zijn stukjes waar we toch af en toe waar die wat lastiger te volgen is. Denk bijvoorbeeld aan Volkenkinderen, waar natuurlijk op enig moment als het 's avonds dicht gaat, dan is die route daar ook dicht. Nou, dan zijn die bakken zijn een soort van ankerpunten of bakens, zodat je eigenlijk altijd weer de route terug kan vinden. Dus dat is ook de bedoeling van de Hortusbak. En we gaan maar eens kijken hoe ze eruit gaan zien. Aan deze kant. Deze kant? Ja. En dan eromheen lopen. Oh. Ja. Dat is een goede aanwijzing. Ja. Oh. Kom maar door, kom maar door, kom maar door, kom maar door, kom maar door. Ja. Hoi. Yes. Oh, dat is zo. Dat is mooi. Ja. Genna, nu moet je er echt bij hoor. Ja, mooi. Bescheiden, dat is mooi bescheiden. Dat is echt mooi. Ja, mooi. Nou, ook hier weer de icoontjes. Singlepark logo. Ja, dan moet u wel bij het logo dan, hè? Ja, ja. Hartstikke leuk. Lijkt het toch nog. Die gaan naar Hanneke toe hoor. Naar Hanneke. Ik heb wel even een foto van netjes. Ik heb hier nog een lichtje nog de gras op. Dit vind ik echt hoor. Ja, dat is mooi. Ik ga morgen een beetje
Ja, hè, hè. Ik heb ze allemaal in de zak, joh. Nee, dan moet je ze even verder dingen. Ja, dat is stoppen. Hallo. Hi. Alon! Jongens, jongens. Dames en heren, blijf er even bij. Blijf er even bij. Heb je er alleen gevonden? Waar liggen de paaseitjes? Heb je er alleen? Laat eens kijken.